We gaan de paarden de laatste bocht in. Ella Gini krijgt een steeds grotere voorsprong. En inmiddels zijn de paarden halverwege de Tjarda-bocht. Voorsprong groeit voor de Finse deelnemer met Ella Gini. Hij gaat er eens even lekker voor liggen. Op plaats 2 daarachter ligt de Belg. En dat is de 3, Florida Transair. En zo zijn de paarden in de laatste rechte lijn. 2 Krebas paarden dus vooraan. Finland leidt. Daarachter op de tweede plaats ligt België. En daar komt Handelaar aan de buitenzijde met Samson Ries. Samson Ries komt eraan. Voor de overwinning is het niet genoeg. Die is voor Ella Gini. Ella Gini gaat hem winnen. Tweede plaats is voor de 3, Florida Transair. Mooie derde plek voor Samson Ries, Fred Handelaar. Vierde wordt de 1, No Spa. En vijfde aankomende was de 9, Fiona Stardust. Dames en heren, gooit u nog geen tickets weg. Er is een onderzoek van het Draverijcomité. Onderzoekcomité. Onderzoek van het Draverijcomité is afgerond, dames en heren. En dat heeft geleid tot een wijziging op de plaatsen. De oorspronkelijk derde aankomende, paard nummer 12, Samson Ries, is alsnog uitgeschakeld. Paard maakte meer dan 16 galopsprongen in de eerste bocht. De winnaar is officieel. Dat is paard nummer 4, Ella Gini. Die wint in 1:16 rond. 1:16 rond. Fantastische kilometertijd voor Ella Gini. Een verpulvering van haar oude record met 16e maar liefst. 5 jaar deze bruine Mary van Virgil Boquart, Rosalind Pride. Gefokt door in bezit van de heer Wiersma, Bas Krebas de trainer. Janne Rijsanen, de winnende piekeur. Janne, Pallion Onea. Oké, dat is Pallion. And that's the only Finnish word I know. Gefeliciteerd. Incredible. You took 6/10 of his record off. Strong all the way. You had an incredible start of this tournament. Second and first. What can you say? Yeah, I had good horses today. And how are your chances tomorrow, you think, at Alkmaar? We'll see tomorrow. Yeah, that's easy. But you're the man in the lead now. That gives some pressure. I don't take pressures. Oké, dat horen we graag. Hij kent geen druk, dames en heren. Deze Finn, die wel fantastisch gereden heeft. Een tweede en een eerste plaats. En we gaan over tot het uitreiken van de ereprijzen. Horende bij deze Pri-HDRV Drachten. Het EK der amateurs, tweede onderdeel. Gewonnen dus door de Finn, die een sterke indruk maakt. Maar ook goede paarden heeft mogen rijden. Morgen op Alkmaar gaat hij het ongetwijfeld iets moeilijker krijgen. Ik heb even voor hem gespiekt. Maar misschien dat hij met Donder Freo van Fred en Joke de Zoete wel wat uit kan gaan richten. En met die andere natuurlijk ook. Het is een puntenkoers. En hij staat er voorlopig een mooi stukje voor met een eerste en een tweede plaats. Dus de Vin gaat de nacht over met een geweldige tussenstand. We gaan vragen of Ella Gini teruggebracht kan worden hier naar de Victory Lane. En dan gaat ook Janne zijn ereronde maken. En daar is Ella Gini, daar is trainer Bas Krebas en zijn gelegenheidsrijder Janne Rijsanen. Tweede en eerste koploper, overduidelijk in het klassement. Finland doet goede zaken hier op de baan van Victoria Park. Morgen dus het sluitstuk met 3 draverijen op de baan van Alkmaar. En dan komen al die amateurs nog een keer in actie. En u kunt in de handen, dames en heren, voor Ella Gini, die de beste koers uit haar carrière misschien wel liep. Nieuw record, 1:16 rond, met dank aan Janne Rijsanen. Start is gevallen. Begin met een galopade voor Bingo Ricardo. Ook een galopade van Floor Petnik. Floor Petnik springt weg. Ook Benji Boy springt weg. 2 favorieten, 2 mede-favorieten zijn een heel eind weg. En 1 outsider. En nu gaat ook Fred Handelaar zijn paard van de benen de eerste bocht in.
De 5 is eruit, zo horen we, maar het gaat niet over het circuit. Fred Handelaar is ook op achterstand geraakt. En wie is er dan wel goed weg? Fritsertek. Fritsertek die heeft de leiding genomen. Op de tweede plaats daarachter ligt Noospa. Dat is een gigant van een outsider. En daarachter aan de buitenzijde op plaats 3 ligt het nummer 4 van Ella Gini. Ze zijn de paarden in de rechterlijn overzijde. En we gaan eens even kijken of de favoriet straks nog kan aansluiten. Die is wel op weg naar aansluiting. Wim Brouwer zei voor de koers, normaal heeft hij 50 meter over. Dat gat van 50 meter moet hij nu dichtlopen. Dan is hij dus gelijkwaardig wat er nu voor hem loopt. En dan zou het eventueel nog kunnen. Zo gaan de paarden de linkerbocht in. En dan krijgen we een nieuwe leider. Want de leiding wordt overgenomen door de nummer 3, Florida Transair. Florida Transair neemt nu over. De 5 is inderdaad uitgeschakeld. Alle andere paarden zijn nog steeds in de race. Tweede plaats voor Fritz Attack. Aan de buitenzijde komt de Finse deelnemer naar voren. En dat is Ella Gini, de nummer 4. Zo zijn de paarden in de rechterlijn voor de tribune. Uit het achterveld komt op dit moment nog niks naar voren. Uit de staart van het veld ligt nu inmiddels wel weer Floor Petnik. Floor Petnik gaat naar het tweede spoor en gaat zich naar voren laten brengen. En zo gaan we in een wandeltempo voor de tribune langs. Tempo wordt gemaakt door Florida Transair. Aan de buitenzijde daarnaast Ella Gini. Daarachter wordt sterk gehouden Sirene Promise, ligt derde. Ik wil eigenlijk veel harder. Ik wil eigenlijk die koplopers wel voorbij. Maar de rijder houdt hem er nog steeds achter. En daarachter aan de relingzijde ligt dan Fritz Attack. Vijfde aan de buitenkant ligt er ook mooi in, de nummer 9. En dat is Fiona Stardust. Veel Krebas-paarden onder de eerste 5. En zo zijn de deelnemers er voor de laatste keer in de rechterlijn overzijde. Wordt de druk opgevoerd aan de buitenzijde door Ella Gini. Ella Gini voert de druk op Florida Transair. De twee trainingsgenoten naast elkaar. En de leiding wordt nu ook overgenomen door Ella Gini. Ella Gini de nieuwe leider. Florida Transair 2. Nu mag Sirene Promise zo hard als ze wil. En komt op plaats 2 aan de buitenkant. En die 3 paarden lopen er een gat in. Naar de 4e plaats gaat nu inmiddels de nummer 9. En dat is Fiona Stardust. Zo gaan de paarden de laatste bocht in. Ella Gini krijgt een steeds grotere voorsprong. En inmiddels zijn de paarden halverwege de Tjarda-bocht. Voorsprong groeit voor de Finse deelnemer met Ella Gini. Hij gaat er eens even lekker voor liggen. Op plaats 2 daarachter ligt de Belg. En dat is de 3, Florida Transair. En zo zijn de paarden in de laatste rechte lijn. 2 Krebas-paarden dus vooraan. Finland leidt. Daarachter op de tweede plaats ligt België. En daar komt Handelaar aan de buitenzijde met Samson Ries. Samson Ries komt eraan. Voor de overwinning is het niet genoeg. Die is voor Ella Gini. Ella Gini gaat hem winnen. Tweede plaats is voor de 3, Florida Transair. Mooie derde plek voor Samson Ries, Fred Handelaar. Vierde wordt de 1, Noospa. En vijfde aankomende was de 9, Fiona Stardust.